De radio is overal. 15 dagen van het lentefeest. En schepping of evolutie. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. De allereerste omroepzender in de wereld kwam in de lucht in 1919 in Nederland. Wanneer precies het eerste radiostation in ons land in de lucht kwam, konden wij niet achterhalen. Maar één ding is zeker. Bij ons is de radio erg populair en in verband met Wereldradiodag morgen staan wij stil bij de rol van radio in Suriname. Dat is die mooie van Ana Gabriel. Mariachi Contabor. Dit is Sydney van Radio 10, één van de populairste stations. Hij werkt daar al 17 jaar als omroeper en neemt zijn werk elke dag serieus. Nou, het is net als naar school gaan. Je moet je voorbereiden. Je moet je tas bij hebben, je pen en je moet je huiswerk gemaakt hebben. En dat is eigenlijk bij elke job zo, maar ook bij de radio. En elke dag is er wel een andere beleving. Elke dag heb je een andere gast. Elke dag heb je een andere beller. Nee, je balt nooit van de radio als je er echt van houdt. We maken programma's. Ik draai de reguliere uitzendingen. Ik heb plezier, dat is radio voor mij. Een van de leukste momenten, trouwens je hebt dat vaker, is wanneer je mensen blij hebt gemaakt. Soms is iemand droevig en met muziek kan je inspireren. Soms is iemand blij en willen ze iets vieren en you just made their day. Dat zijn allemaal leuke momenten en je beleeft ze bijna elke dag. De kracht van de radio is informatie. Wat zijn we zonder informatie? Je gaat naar school voor informatie. Papa en mama geven je informatie. Je kijkt naar de tv, er komt zoveel informatie naar binnen. Dus dat is de kracht en dat is het mooie van onder andere de radio. Goede muziek, want daar draait het allemaal ook om. Ja, gewoon heel veel plezier met de radio. Elke dag weer opnieuw. Het eerste radiostation werd opgezet in 1919 en kwam te staan in Den Haag. Vooral in die tijd, voor de televisie, was de radio erg belangrijk voor het verspreiden van nieuws en informatie. Dat is nog steeds zo, maar vanaf het begin van de radio waren muziek en andere vormen van entertainment een vast onderdeel van de uitzendingen. Ja, ik luister wel eens aan de radio, maar alleen op de donderdag meestal, want is het Headbangers Ball op 89.7 FM. Het is nogal prettig om een beetje wat te horen. Soms is het nieuw, soms zijn er liedjes, soms zijn er weetjes, ja. Nee, praatprogramma's vind ik niet echt meer van mij. No. Want ze hebben like, meer voor kleinere kinderen en ik vind het ietsje groter, maar daarom luister ik niet naar. Ik luister volgens mij bijna altijd naar muziek op mijn telefoon. En radio is echt gewoon wanneer ik in de auto ben. Bijna iedereen heeft de radio, dus is makkelijker zo. Nee, ik vind de radio ietsje handiger, want ik kan toch niet met Spotify werken. Ik heb echt geen verstand van zulke dingen geloof. Die apps gebruik je echt specifiek voor muziek en de radio is niet alleen voor muziek. Je hebt ook natuurlijk nieuws, verjaardagsberichten en gewoon over het algemeen leuke informatie voor mensen die daaraan behoefte hebben. De eerste auto met radio kwam in 1935 op de markt en nu heeft elke auto er één. Orpi de Hot One is populair bij jongeren vooral vanwege de muziek en in veel auto's staat de radio op Orpi. Danny Play, die omroeper is, werkt al bijna 3 jaar bij dit station. Hij geniet precies als een luisteraar van de muziek die hij afspeelt. Ja, muziek wordt door de mens gemaakt. Het is in vele gevallen ervaringen van de mensen. En dat wordt ook gedeeld. En vele luisteraars kunnen zich vaak terugvinden in de boodschap van bepaalde artiesten. Natuurlijk niet in alles, maar in bepaalde artiesten. En dat is ook, dat kan je oppeppen. Ja, een beetje education komt ook erbij. Maar het is meer gewoon passie en het willen delen van het muziek. En wat je allemaal ontdekt, hè. Lang de radio. Je bent altijd bezig met de voorbereiding. Omdat... Kijk, muziek is vernieuwend. En net wat ik je zei, zodra ik de kans krijg, gooi ik mijn laptop open en ik ben op zoek naar nieuwe muziek. En ja, dus wat dat betreft ben je altijd bezig. Je werk is, voordat je de microfoon opengooit en de muziek erin gooit, ben je al bezig met die voorbereiding. Met alles, ook wanneer ik ga DJ'en, dan ben je al bezig met de voorbereiding. In het begin was ik super nerveus. Kijk, ik zit hier in de studio, ik ben alleen. Er is niemand voor me. Maar toch was ik gewoon erg nerveus. Ik wist soms niet eens wat ik moest zeggen. Maar ja, in principe met de juiste trainingen en met ervaring, dan gaat het gewoon vanzelf. Je moet sowieso een beetje een vlotte babbel hebben. En dat helpt, weet je. En dan komt het gewoon vanzelf, hoor. De radio is al heel lang een onmisbaar deel van het leven van alle dag in Suriname. En het lijkt erop
dat dit niet gauw zal veranderen. Bijzondere slaapmaanden voor dieren en alles dat gebeurt in de 15 dagen van het Chinese lentefeest. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. Het Chinese nieuwjaarsfeest, ook wel het lentefeest genoemd, duurt 2 weken. Je zal je misschien afvragen waarom het zo lang moet duren. Maar het is echt een drukke periode. Op de eerste dag wordt natuurlijk de start van het nieuwe jaar gevierd. De goden van de hemel en de aarde worden verwelkomd en mensen eten zo min mogelijk vlees om geluk en een lang leven te kunnen krijgen. Dag 2. Er wordt gebeden tot de goden en de voorouders. Omdat dit het jaar van het varken is, krijgen varkens extra aandacht en eten. Op die dag wordt hun jaardag gevierd. Op de 3e en 4e dag moeten de mannen extra respect tonen naar de ouders van hun vrouw. De 5e dag heet Po Wu. Op deze dag blijven mensen thuis om de god van rijkdom thuis te ontvangen. Uit huis gaan op die dag brengt ongeluk, geloven de Chinezen. Vanaf de 6e tot de 10e dag mogen Chinezen familie en vrienden bezoeken en in de tempel bidden voor geluk en voorspoed. De jaardag van alle mensen op aarde wordt gevierd op de 7e dag. Dat gebeurt door het drinken van een drank gemaakt van 7 verschillende groenten. Op die dag eten Chinezen ook rauwe vis. Op de 8e dag wordt rond middernacht gebeden tot Tiangong, de god van de hemel. De 9e dag is voor gebeden en offers aan de Jaden koning. Op de 10e, 11e en 12e dag worden familie en vrienden uitgenodigd om thuis te komen om samen te eten. Op de 13e dag wordt er simpel gegeten om bij te komen van al het eten en kruiden die mensen op alle andere dagen hebben binnengekregen. Op de 14e dag worden voorbereidingen getroffen voor het lantaarnfeest op de volgende dag. Op de 15e dag wordt het lentefeest of nieuwjaarsfeest afgesloten met het prachtige lantaarnfeest. Dan is het Chinees nieuwjaarsfeest officieel beëindigd. Op een milieubewuste wijze zorgt een jonge Braziliaan al meer dan 1,5 jaar voor het welzijn van dieren. Amarildo da Silva maakt namelijk van oude rubberautobanden comfortabele en mooi versierde dierenmanden. Hij begon hiermee omdat hij graag een centje wilde bijverdienen, maar dan wel het liefst op een manier die het milieu zou helpen. Amarildo zag vaker honden en katten in oude banden kruipen om te rusten. Zo kwam hij op het idee om deze banden comfortabeler te maken om de dieren een echt beschermd en thuisgevoel te geven. Door dierenmanden te creëren uit rubberbanden helpt hij niet alleen de dieren, maar ook moeder natuur een handje. De 2 dingen waar hij het meest van houdt, heeft Amarildo dus gecombineerd. Dieren helpen en dingen maken. De banden die hij gebruikt zijn bijna allemaal langs de straat gedumpt. Hij neemt ze mee naar huis, snijdt ze in de vorm van een mand om ze daarna schoon te wassen. Tot slot krijgt elke band een uniek ontwerp en een kleurtje. Op elk exemplaar staat de naam van het dier waar het voor bestemd is. Amarildo hoopt dat zijn project bijdraagt aan een schonere en duurzamere wereld. Is het leven gecreëerd door God of is wat wij nu zien het resultaat van evolutie? Wetenschapper Charles Darwin zette in 1859 de wereld op zijn kop door te stellen dat niet God, maar de evolutie onder andere ons mensen heeft geschept. Tot en met vandaag op Darwindag leidt dit onderwerp tot heftige discussies. Als ik kijk bijvoorbeeld, als ik naar de Bijbel kijk, de Bijbel lees, zeggen dat God dit alles in 6 dagen heeft gemaakt en de 7e dag heeft gerust, toch? Maar is het gewoon zo dat hij de mens heeft gemaakt gewoon blam op een dag? En oké, de mens? Of is het werkelijk zo dat ik van de apen? En als het werkelijk zo is, wil ik weten, heeft u ooit jezelf een vraag gesteld van wie heeft dan de apen gezet op aarde? Voor die in een organisme zelf, dus we kijken naar het ontstaan van het planeet zelf. Daarna heb je het constant regenen, dan heb je het organisme. Maar er is niet echt uitgelegd van waar die organismen zelf komen. Actually, als ik een keuze heb, dan zou ik geen evolutie nog schepping kiezen, want geen van ze hebben echt een uitleg van waar alles komt. Op 22 november 1859 bracht Darwin het boek getiteld Origin of Species over het ontstaan van leven uit. Daarin beschreef hij onder andere hoe de mens is geëvolueerd uit een aapachtige voorouder. Ik weet het niet, de theorie zegt dat we apen zijn. Oké, als het werkelijk zo is,
Waar is die typische soort aap? Moet het nog niet bestaan? Het moet toch ergens nog bestaan? Of zo? Of hoe zeg je dat? Gewoon één dag, bam, alle apen, mensen. Na de publicatie van het boek kwam er veel kritiek, vooral van religieuze leiders. Dat God de aarde en al het leven op aarde heeft geschept, was voor hun de waarheid. Schepping houdt in van een alwetende iets of kracht die het vormen, de mens zelfs vormt en daar komen ze uiteindelijk tot leven. Maar waar komt die kracht zelf? Er is niet echt een ding of een origin van die kracht zelf. Dus ik twijfel altijd wanneer ik naar die twee dingen kijk. Naar Charles Darwin's theorie en zelf de Bijbel. Omdat ik de laatste tijd toch wel een beetje struggle met de Bijbel en christendom. Van er is geen bewijs. Maar omdat ik daarmee ben opgegroeid, is het nog steeds een beetje in me. En dan wil ik nog steeds wel geloven in God en daarin, ja. Is er eerst een kip gekomen of eerst een ei? I don't know. Er is geen bewijs. Ze hebben alles in dagen gezet, maar de zon is pas na een paar dagen gekomen. Dus dagen zijn niet echt het ding. Dus dat klopt niet. Op dit moment zijn er meerdere antwoorden op de vraag, waar komen wij vandaan? Een eindeloze, maar interessante discussie met veel verschillende inzichten. De mens is geweldig. De mens is echt geweldig. We kunnen meer doen dan wat we denken. Als we just set our mind to it. We kunnen echt meer doen. Dus ergens wil... Ik ben benieuwd. Ik wil ook antwoord. Toch, ik is net als wanneer ik naar de film kijk en de stroom valt uit. Ik blijf gewoon in spanning. Ik moet wat gaat gebeuren? Gaat hij doen? Nou, dus eigenlijk, ik wil dat de stroom moet blijven willen antwoord. Maar naast ik is eindeloos. Het kan zijn, misschien iemand die de volgende eeuw dat antwoord komt, maar eraan zitten. Ooit krijg ik misschien een antwoord, maar ik denk het niet. Is het nu de evolutietheorie, de schepping van God, of zijn het misschien wel buitenaardse wezens die ons en al het andere leven hebben geschept? En ieder mag dat voor zichzelf invullen. En de 10 minuten zitten erop. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.